De Mustang is al sinds 1964 de mobiele verpersoonlijking van The American Dream. De Ford Mustang is een van de grote Amerikaanse iconen. De koplampen, het rennende paard, de eenvoudige lijn en de driedelige achterlichten blijven tot op vandaag herkenbaar voor elke autofanaat. De Mustang werd in 1964 op de markt gebracht als een van de eerste bereikbare sportwagens voor de gemiddelde Amerikaan. En het werd een succesverhaal. 17 april 1964, New York. De Ford Mustang wordt officieel voorgesteld aan het grote publiek. De eerste dag alleen al werden er meer dan 22.000 bestelbonnen getekend. Het eerste jaar werden er meer dan 420.000 verkocht en na nauwelijks 18 maanden werd de kaap van de miljoenste Mustang overschreden. Cijfers waar autoconstructeurs vandaag alleen maar van kunnen dromen. Van in het begin was de Mustang beschikbaar als coupé en cabrio met 6 of 8 cilinders. Maar naarmate de jaren verstreken, werd het gamma alsmaar uitgebreider met nieuwe koetswerkvarianten, zoals de Fastback, speciale series en opgevoerde motoren. Deze opgevoerde Shelby GT350 was trouwens te huur bij autoverhuurmaatschappij Hertz. Ja, die Hertz Mustangs zijn zeer zeldzaam geworden, want destijds werd die aan iedereen verhuurd en daar doen dan ook de gekste verhalen de ronde over. Sommige mensen brachten de wagen terug bij Hertz met een verbrande koppeling, een opgeblazen motor, zelfs sommigen met de racenummers nog opgeplakt. De Mustang is een echt icoon. Hij liet dan ook zijn sporen na in de filmwereld. Remember Steve McQueen, die met zijn Fastback de straten van San Francisco onveilig maakte in de film Bullet. Of Nicolas Cage, die viel voor de charmes van Eleanor, een Shelby GT500 in Gone in 60 Seconds. Films die geïnspireerd waren door de mythe en bijdroegen aan het imago van de Mustang.